240.000 mensen in ons land hebben hartfalen. Een ernstige aandoening die nog niet te genezen is. En 250.000 mensen lijden aan deze ziekte en die weten het zelf niet. Het is dan ook niet voor niets een van de punten op de landelijke hart- en vaatagenda. Te gast nu Steven Chamulot, hoofdafdeling cardiologie Amsterdam UMC en voorzitter van Deltaplan Hartfalen. En Irene Berghout, hartfalenverpleegkundige op de Hartfalenpoli. Welkom beiden. Steven, hartfalen wordt nog wel eens verward met een hartstilstand. Dat is het duidelijk niet. Maar kun je uitleggen wat het wel is? Ja, dat kan ik. En dan moet 80% van Nederland goed opletten. Want 1 op de 5 weet het eigenlijk maar goed te benoemen. Hartfalen is eigenlijk heel simpel. Het falen van de hartspier om het bloed rond te pompen in het lichaam. En daar kunnen een heleboel oorzaken voor zijn. Maar het leidt uiteindelijk tot allerlei klachten waar Irene straks ook veel meer over kan vertellen. En dat betekent dus ook dat het heel vaak ook niet goed wordt gebruikt. En mensen inderdaad zeggen hartstilstand is hartfalen. En dat is toch uiteindelijk iets te kort door de bocht. Ja. Het is wat breder dan dat. Ja. Wat zijn de symptomen? Nou, ik zou bijna aan Irene willen vragen. Want die ziet iedere dag de patiënten met hartfalen. Wil jij er iets over zeggen, Irene? Hoe je het herkent, ja. Nou, mensen met hartfalen die komen met eigenlijk heel veel verschillende soorten klachten. Maar de meest bekende klachten die je eigenlijk hoort zijn met name kortademigheidsklachten. Dat kan zijn bij inspanning, maar het kan ook zijn als mensen gewoon zittend op een stoel. Of ze worden wakker 's ochtends vroeg met heel veel benauwdheidsklachten. Dat is het meest voorkomende. Wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld heel veel vocht in benen kan zitten. Dus dan krijg je van die grote olifantenbenen waar je putten in kan drukken. Dikke buik waar veel vocht zit. En waarschijnlijk duurt het al lang voordat ze dan uiteindelijk bij jou terechtkomen. Ja. Het is niet altijd zo dat mensen daar dus op tijd van op de hoogte zijn. Dus zeker bijvoorbeeld als ze 's ochtends vroeg wakker worden met wat benauwdheid en ze gaan zitten, dan verdwijnt die benauwdheid weer. En dan denken ze, ja, er is helemaal niks meer aan de hand. Ik ga de huisarts niet lastigvallen. We gaan weer vrolijk door. Maar dat zijn eigenlijk dan al de eerste tekenen van dat het dus niet goed gaat. Ja. Ja. En hoe ziek ben je als je bij jou belandt, de poli? Nou ja, op het moment dat mensen bij mij komen met hartfalen, dan heb je natuurlijk toch wel een hele ernstige ziekte. Ja. Mensen zijn daar niet altijd zich van bewust, nee. Maar het is wel zo. Dus, maar ook daarin heb je natuurlijk gradaties. Dus mensen kunnen hartfalen hebben met heel weinig klachten. En mensen kunnen enorm veel klachten hebben. En dat zegt dan ook iets over hoe ernstig de ziekte is en hoe de prognose kan zijn. Want hoe kunnen die prognoses zijn? Ja, slecht natuurlijk, maar dat wisselt dan ook. Ja, dat is ook het hele moeilijke en het grillige van het hele hartfalen eigenlijk. Omdat je kan periodes hebben dat het lang stabiel is en dan kan het redelijk goed gaan. Totdat je dus regelmatige periodes krijgt die minder goed gaan. En dat houdt dan in dat als je heel weinig klachten hebt, dan is jouw levensduur veel langer dan op het moment dat jij hier zit en al heel veel benauwdheid ervaart. En dan wordt je levensverwachting een stuk kleiner. Steven, je zei het 1 op 5, hè? Ja. Weet wat het is. Hoe komt dat er zo eigenlijk zo weinig over bekend is? Ja, het was een discussie die we natuurlijk ook wel hebben gehad op het ministerie. Want het gaat erover dat het niet als volksziekte wordt erkend. Dus er is vrij weinig aandacht voor toch. Vanuit de maatschappij. Dat is een van de redenen waarom we ook het Deltaplan Hartfalen hebben opgericht. Met allemaal betrokken, bezorgde zorgprofessionals, patiënten en anderen. Omdat we gewoon zien dat het te weinig aandacht heeft eigenlijk in de media, in de maatschappij. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om nog een keer te benadrukken. Want jullie hadden net de discussie over hoe ernstig hartfalen is. Maar per dag sterven 22 mensen aan hartfalen. Als je bent opgenomen voor hartfalen is de mortaliteit, dus dat je komt te overlijden op 5 jaar, meer dan 50% tot 60% zelfs. We maken per jaar iets van 500 miljoen aan zorgkosten alleen al aan hartfalen. Dus het is niet iets wat we klein moeten gaan maken. Het is gewoon heel groot en het heeft enorme impact voor met name de mensen die bij jou op de poli zitten uiteindelijk. Omdat dat inderdaad ook wel het stadium is dat mensen echt al veel verder met klachten zijn voordat ze echt in het ziekenhuis zijn en gelukkig Irene kunnen ontmoeten om ze te helpen. Nou ja, ik denk Irene, in die zin is jouw werk ook, ben je ook emotionele zorg aan het verlenen, omdat je zoveel moet uitleggen. Ja, het is een heel complex aan verschillende soorten klachten. Want mensen hebben niet alleen hartfalen, maar ze hebben vaak ook diabetes, ze hebben ook vaak longproblematiek. En je ziet ook mensen met oncologische problemen die hartfalen krijgen. Dus het is
Het is niet alleen maar het stukje dat het hart het moeilijk heeft, maar er komt heel veel meer bij kijken. En ja, het stukje begeleiding daarin en ook dus het op het moment dat het ja, naar overlijden gaat, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van wat wij doen op de poli. Zie je vooral ouderen eigenlijk? De grootste groep zijn ouderen, ja. Maar er zijn ook absoluut heel vaak komen er jongere mensen. Hè? Dus ja. Mensen die bijvoorbeeld behandeld zijn voor oncologische problematiek, dat kan ook voor het stukje van de kankerbehandeling is dat goed. Maar soms kan dat ook effect hebben op de hartspier, waardoor jongeren ook dus bijvoorbeeld hartfalen kunnen krijgen. Is er eigenlijk iets wat je kunt doen om het te voorkomen? Er is iets wat je kan doen om het te voorkomen. Maar je moet je wel realiseren dat er dus heel veel redenen zijn waarom mensen hartfalen krijgen. Ja. En een van de grootste redenen is eigenlijk een hoge bloeddruk. En dat is iets wat je in ieder geval kan weten van jezelf. Ik weet niet of jij weet wat je bloeddruk is. Nou, die was altijd wel vrij laag, dat weet ja. Ik. Ik ben nog steeds, ik sta ik wel eens op en dan denk ik, En dan denk ik, ja, dat is misschien wel... Ja. Prima. Maar ik denk dat heel veel mensen hier in de zaal en ook... je hoeft de waardes niet te noemen, maar ik denk dat heel veel mensen in de zaal het ook niet weten, en kijkers. En daar begint het eigenlijk. Dus ja. Wat kan je eraan doen is dat je in ieder geval, zoals de Amerikanen zeggen, know your numbers. Dat je weet waar je risico zit. Is dat daar veel normaler om dat te weten dan in Amerika? Ik heb een jaar in Amerika mogen wonen en nadat ik me had voorgesteld vragen mensen meestal wat mijn cholesterol was en mijn bloeddruk ongeveer. Dus het is een beetje overdreven, maar het is wel zo dat veel nadrukkelijk op de kaart staat dan in Nederland. En vind ik. En dus dat kan je er zelf aan doen. Dat gezegd hebbende, er zijn ook heel veel mensen, en jij noemde het voorbeeld inderdaad van de oncologische patiënt die natuurlijk door de medicatie daar niks aan kan doen. Er zijn mensen met erfelijke afwijkingen, er zijn ook een heleboel redenen waarom je hartfalen krijgt waar je niks aan kan doen. Maar ik denk dat het belangrijk is hier ook op te focussen dat de awareness, dus de wetenschap van mensen dat het bestaat en wat je er zelf kan doen, dat je daar gewoon aandacht voor hebt. Ja. Een belangrijke rol ook voor de Hartstichting, vind ik. En dan gaat het gewoon... toch weer over hoe je leeft, hè? Dus die levensstijl, of je dat dan kunt voorkomen... maar in ieder geval zo lang mogelijk kunt uitstellen. Ja, dus leefstijl hoort erbij, maar ook op tijd behandelen. Want ik denk dat voor bloeddruk is een mooi voorbeeld is... als je dat dus jarenlang ongemoeid laat, dan gaat je hart gewoon falen, vroeg of laat. En dat is denk ik iets wat je kan voorkomen. Dus op dat vlak zeker. Nou ja, nog sterker nog, de verwachting is dat er de komende jaren nog eens 340.000 patiënten met hartfalen bijkomen. Ja. Ik dacht wel, is dat ook een gevolg van het feit dat andere hartinfarctziekten zo succesvol worden behandeld? Die patiënten die blijven dan eigenlijk langer leven en dan komt dit ervoor in de plaats. Ja, dan valt het woord paradox, dus dat klopt ook wel. We zien natuurlijk dat mensen, vroeger, 50 jaar geleden, overleed je gewoon aan een hartinfarct. Ja. Tegenwoordig houden we de mensen goed in leven door vroeg te dotteren en andere zaken te doen. Maar een deel van die patiënten blijft leven en zal hartfalen ontwikkelen. En dat gebeurde vroeger niet, simpelweg omdat je kwam te overlijden. Dus dat is de paradox van het succes van de cardiovasculaire zorg. Dus dat is één. Het tweede deel heeft te maken, denk ik, ook wel met de vergrijzing. Ja, daar mogen we het eigenlijk niet meer over hebben, maar dat is toch echt aan de orde. En dat heeft ook echt enorme repercussies op onze praktijk als het gaat om hartfaalpatiënten. Ja. En het derde, en dat is denk ik wel belangrijk, je noemde het bij de inleiding, is dat er dus in Nederland geschat waarschijnlijk 250.000 mensen rondlopen die wel klachten hebben, maar de diagnose nog niet duidelijk hebben gekregen. En het zou mijn streven zijn, ook van het Deltaplan Hartfalen, om die mensen te vinden. Dat is een underserved population. Dat zijn mensen die nu rondlopen met dikke benen. En eigenlijk helemaal niet doorhebben dat ze hartfalen hebben. En als we die vinden, dan neemt het aantal mensen met hartfalen die wij zien natuurlijk ook toe. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook, want die kunnen we toch voor een deel ook echt helpen. Ja, want inderdaad, mijn volgende vraag was, wat behelst nou eigenlijk precies dat Deltaplan? Maar een van de belangrijke dingen is dus om die patiënten die het niet weten boven water te krijgen. Waar moet je zoeken? Hoe doe je dat? Nou, een van de dingen die je kan doen is dus de bekendheid eigenlijk van het begrip hartfalen bij de Nederlander bekendmaken, bij de politiek bekendmaken, maar ook toch bij collega's van zorgverleners. Er lopen ook nog best wat patiënten rond in het systeem waar ik denk van ja, we moeten er zelf ook alert op blijven dat mensen gewoon klachten kunnen hebben die kunnen passen bij hartfalen. En vaak, en Irene noemde dat al, het is een sluimerend beloop. Mensen worden wat meer vermoeid, de eten wordt wat minder. Maar je wordt ook wat ouder, dus voor dit weet wordt het een beetje weggecijferd door het patiënt, maar soms ook door de zorgverlener. Ja. Dus dat is stap 1, die aandacht eraan geven. En ik denk dat een ander punt is dat een van de initiatieven van de Hartstichting is ook met de checkpoints die ze in het land willen uitrollen. En dat is ook een eerste stap om mensen alert te maken op hun eigen getallen. En als de bloeddruk hoog is, kom je in beeld en kunnen we misschien ook eerder
in ieder geval de middelen die we hebben. Want hartfalen is een moeilijk ziektebeeld. Maar er zijn ook echt medicamenten die we kunnen geven om het te behandelen. Ja, en we weten ook dat nog niet eens 40% van de patiënten goed behandeld wordt op dit moment. Simpelweg omdat ze niet in beeld zijn. Dus er is echt veel te winnen de komende jaren. Ja. Irene, ja, hoe denk jij dat, wat er te winnen? Wat is het grootste dat er te winnen valt in jouw optiek? Ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is dat mensen bewuster worden ook überhaupt. Hè, hoe leef ik, wat is gezondheid, voordat je überhaupt ziek wordt. Dus ik denk dat daarin ook al hele mooie stappen gemaakt zouden kunnen worden als mensen gewoon bewust worden over hun leven. Dus ja, als jij 3 keer naar de snackbar gaat of je zit alleen maar achter je telefoon, noem maar iets. Dat zorgt natuurlijk ook voor dat je niet een gezonde leefgewoonte hebt, wat dingen kan veroorzaken. De hoeveelheid stress die we hebben in de samenleving van moeten, door. Zo zijn er dus heel veel dingen die al spelen voordat er misschien al echt iets gaande is. Maar waar, ja, als mensen daar meer bewust van gaan worden, daar al iets in kunnen gaan betekenen. En ja, op het moment dat het natuurlijk al zover is dat je hartfalen hebt, dan is het vooral belangrijk om te weten waar moet je op letten. Wat voor symptomen zijn er op het moment dat het weer niet goed gaat. Hè? Dat zijn dus ook de voorlichting die wij geven dan op de poli. Van waar kan je dan op letten? Trek dan op tijd aan de bel. Want als je te lang door blijft gaan, dan wordt het er alleen maar erger. En dan wordt het des te moeilijker om het weer op de rails te krijgen. Terwijl als je op tijd kan ingrijpen, dan is zo iemand ook weer sneller op de rails en hè, kunnen de klachten weer sneller verdwijnen. Dus het gaat echt om een samenwerking op dat moment met degene die het heeft en met degene die het wil begeleiden. Ja. Ja, een deltaplan, dat klinkt, dat is ambitieus. Ja, als je nou kijkt over 10 jaar, wat hoop je dan bereikt te hebben? Nou, ik vind het leuk om toch iets kort over Deltaplan te zeggen. Want dat is een initiatief van de Hartstichting en de Netherlands Heart Institute. Dat zijn eigenlijk alle academische ziekenhuizen bij elkaar. En de Dutch Cardiovascular Alliance. Die hebben het ook mogelijk gemaakt om dit te doen. Het is een initiatief dat echt uit het veld komt. Van patiënten, van verpleegkundigen, van huisartsen, van cardiologen, van cardiovasculair specialisten. En wat we eigenlijk hopen te doen is om ervoor te zorgen dat we in ieder geval alle patiënten die nu onzichtbaar zijn, dat we die zichtbaar hebben, zodat we die de juiste behandeling kunnen geven. Dus dat gaat echt over het zoeken van de verborgen patiënt. En dat zijn er dus een hele hoop. Ja. Het tweede is dat we aandacht willen hebben om de mensen aan te leren hoe je zelf eigenlijk daar iets aan kan doen, om het te voorkomen. En niet heel onbelangrijk is dat we ook met z'n allen eigenlijk het hele behandeltraject dat we aanbieden voor hartfalen, en dat begint bij preventie en dat eindigt bij palliatieve zorg. Hè, voor patiënten waar echt gewoon geen curatieve behandeling meer is, die we niet meer beter kunnen maken. Ook daar moeten we goed voor zorgen met elkaar. En daar onderzoek naar doen, dat is natuurlijk de laatste pijler waar we, denk ik, in het Deltaplan ook echt proberen de handen ineen te slaan. Ik denk dat we in Nederland heel trots mogen zijn op heel veel goed onderzoek, wat ook de richtlijnen af en toe verandert. Er lopen meer dan 100 onderzoeken in Nederland op dit moment die op verschillende assen van hartfalen kijken. Maar daar nog meer de krachten bundelen en zoeken waar die ja te liggen, dat is ook een van de doelen die we binnen het Deltaplan hebben gesteld. Dus op de website deltaplanhartfalen.nl hebben we dat ook een keer genoemd. Ja, daar kan je dat vinden en dan kan je ook heel goed zien wie op jouw gebied ook in Nederland onderzoek doen. En daarmee hopen we ook echt de gemeenschap nog verder te versterken. Want we doen het goed in Nederland, maar het moet gewoon echt beter. Goed, nou, succes daarmee. Ik ga in elk geval straks mijn bloeddruk meten. Nee, know my numbers. Dankjewel, Steven Chamulo, hoofdafdeling cardiologie Amsterdam UMC en voorzitter van het Deltaplan Hartfalen en hartfalenverpleegkundige Irene Berghout. Dank jullie wel.